Hallo Jeff en PJ van Supercontent. Ik heb gehoord dat jullie een Q&A doen. En hier is dan onmiddellijk de eerste vraag. Klopt het dat jullie filmpjes enkel scoren en views krijgen wanneer Mark van Rans erin zit? Een tijdje geleden hebben wij een Q&A-oproep gelanceerd. Het heeft even geduurd eer dat we die Q&A hebben kunnen opnemen. Maar dat komt omdat wij bezig zijn geweest met een ongelooflijk project voor deze zomer. Amai. Wow. En daar vertellen we dus straks iets over, maar eerst dus de Q&A. Q&A? Q&A, je kent dat wel. Kijkers kunnen allerlei interessante vragen stellen. Amy de Bruyne vraagt, wat is die top 3 worstjes? En daar moet je dan gewoon eerlijk op antwoorden. Om mee 1 staat er een witte pens, sowieso. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nu, er zijn heel veel vragen binnenkomen en ja, we hebben de leukste eruit gekozen. Een culinair vraagje van Lotte V. Hoort ananas op een pizza te liggen? Oh, nee. Ik heb liever pizza met witte pens, sowieso. Pietje Paal vraagt... Ewa fucka makka bros, hoeveel is jullie outfit waard? Digital Dreamworks vraagt... Zijn jullie gay? Nee. Een leuke vraag van Bram Eerlings. Is er leven na de dood? Halleluja. Roken slash doen jullie aan drugs? Wat was de vraag nu weer? Wat is die top 3 worstjes? Witte pens, sowieso. Er is trouwens één vraag die superveel werd gesteld. Onze top 3 worstjes? Nee, de vraag die het meest binnenkwam was... Hebben jullie een lief? Ja, en dat is een vraag die andere YouTubers ook veel in hun Q&A's krijgen. Brent vraagt, heb je een lief? Ik heb geen lief op dit moment. Zoals jullie weten, ik ben nog altijd maagd. En ook ik heb geen lief. En ook ik ben nog altijd maagd. En heb je dan relatief veel bedpartners gehad? Ik heb relatief nog niet zoveel bedpartners gehad. Komt dat dan omdat je respect hebt voor de vrouwen? Dat komt ook omdat ik wel respect heb voor de vrouwen. Amai. Wow. DJ Deluxe vraagt... Waarom draagt Chef nu ineens een zwart kostuum in plaats van een wit? Ik ben helemaal van mijn melk. Zeg, even een vraag van mezelf met die corona. Vanaf wanneer mogen we eigenlijk terug one night stands hebben? Mark, weet jij dat? Nee. Ik dacht dat je nog maagd was. Wat is jullie diepste geheim? Ah, wel, hè. Mijn top 3 worstjes is merguez, chipolata en droge sausage. Interessante vraag van Andreas Kro. Wie edit de video's? Oh, het is weer eentje met veel special effects. Hè. Wacht, ik heb een idee. We gaan er dan met de pens bij zijn. Hoppa. En dan is het nu tijd voor de vraag die jullie al heel de tijd heeft beziggehouden. Wat is nu eigenlijk dat grote nieuws waar jullie het over hadden? Anders vertellen we het u gewoon. Ja, al vloggend. Amai. Wow. We zijn hier in de tuin waar we altijd al onze video's opnemen. Hier zien jullie de serre waar het Mark van Rans lied is opgenomen. Klopt het dat jullie filmpjes enkel scoren wanneer Mark van Rans erin zit? Mark van Rans lied heeft het niet slecht gedaan. En dus hebben we een investering gemaakt in... Een grotere serre! Maar dus, deze zomer gaan we iets helemaal nieuws doen. We hebben namelijk een nagedacht, iets bedacht. Wat kunnen we hier nog met deze tuin doen? Wat is er hier nog dat we kunnen gebruiken? En dat is, dames en heren... Het kiekenkot. En we gaan iets opnemen in dat kiekenkot. Namelijk een... quiz. En de naam van de quiz is... Moet ik het zeggen? Ja. De kiekenkot-quiz. Ja. Omdat het een kiekenkot is. De. Elke week ontvangen we 1 superbekende gast in ons kiekenkot. Maar echt... Stars, Mira. En we stellen die telkens 6 vragen over filmpjes die van hen online te vinden zijn. Hoeveel keer heb je
Woppa gezegd in uw vlog. Woppa! Of wat is je top 3 worstjes? Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Duh. Maar het is natuurlijk geen gewone quiz. Want we hebben ons Kikkekot gepimpt en omgebouwd. En we hebben het voorzien van een ingenieus... buizensysteem. Hier gaan we 2 buizen monteren. Hier een buis en hier een buis, waar Kiekendrek doorkomt. Dus als ze fout antwoorden, een van onze bekende gasten, dan belandt er Kiekendrek op hun kop. Maar als ze het juist hebben, dan belandt de Kiekendrek op de Kiekekot Quizmaster. En wie is de Quizmaster? Eén van ons 2. Het wisselt elke week. En nu vraag je waarschijnlijk af, wie doet er dan allemaal mee aan die Kiekekot Quiz? Ik vraag mij af, wie doet er dan eigenlijk mee aan die Kiekekot Quiz? Gaan we dat al zeggen? Tipje van de sluier. En... 1, 2, 3, go! Een toppoliticus. Een musicalster. Een coureur die nog Belgisch kampioen is geweest. Iemand die nog deelgenomen heeft aan het Songfestival voor België. Een mega bekende vlogger. Een Uberbabe. En iemand die een talkshow presenteert op een boot. Dag James. Hallo. Oh, lieve fuck, waarom heb ik jullie afgezegd? Het is totaal niks voor mij. Ja, spannend. Zo, dat was het dan weer voor deze video. Vergeet zeker niet te... abonneren. Druk ook op het... notificatiebelletje. En je kunt deze video ook zeker... liken. En dan verklaar ik nu dit kanaal volledig en officieel virusvrij. Yes. Top 3 worstjes.